En Tyree houdt die bal binnen. Gillet onderdoor. En binnengedrukt door Jovanovic. Wilde isolation tegen Buiskaart. Buiskaart wijkt niet. Hammond, drie punten. En at the buzzer, Dion Hammond. Naar 8 punten. Ja, je weet dat hij nergens kan toe kan, naartoe kan. Het is nog 2 seconden op de shot. Nee, maakt zelf contact met zijn niet-shothand. Hammond, catch and shoot, 3 punten, boom! Ha! Dion Hammond, 16e punt. Ja, lijkt me logisch dat hij de voorkeur krijgt op Van Bree. Balverlies van Rutherford en Jovanovic gaat lopen. Jovanovic! Gelukkig bestaat de gather voor hem. Op de juiste plek. Backdoor Gillet, mooi gespeeld. Driepunter van der Vuurs, driepunter gaat binnen. Voetje net achter of net op de lijn. Over Gillet en rebound voor Buiskaart. Goede boxing out. Gillet is weer gaan lopen, Gillet krijgt hem. Gillet, layup en one! 3-point play, Pierre-Antoine Gillet. Bal opnieuw, kijk Kai van der Vuurs. Maar hoe goed was die pas opnieuw weer? Mooi tussendoor. Perfect in de handen van Buiskaart. 7e assist voor Kai van der Vuurs. Daar is Marijn Verbers. Lijkt me Gillet te gaan worden. Tyree, balverlies. 3 seconden nog. Verbers. Verbers naar de ring. Verbers. Layup scoren van Marijn Verbers. Bouwknecht. Verbers. Verbers naar de ring meegeven. En Schaftenaar inside met die zachte touch. En Leiden staat weer. Backdoor, Ververs, mooi gespeeld, lekker pasje. Geen contact. Nee, clean. Geen fout tenminste. Oeh, een balverlies van Van der Vuurs, daar is Ververs opnieuw. Ververs met de layup. Nou, verrassend dat hij toch zijn derde time-out nu al opneemt. Ja, heel vroeg. Heel vroeg. Collins, up and under. Oh, 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 wat een finish. Wat een finish. Pafontaine, Thurman. Thurman tegen Schaftenaar, dat is een mismatch eigenlijk. 3-punter Thurman, natuurlijk moet je dat pakken. Ik snap niet waarom hij twijfelde. Ik kreeg... Mooie pas. Thurman, dat is goed weggetikt nog van Buijsen. Collins houdt die bal binnen. Collins staat erin. Collins layup. Oh, wat een finish opnieuw. David Collins. Wat een sprookje dit seizoen voor Leiden. De beker winnen. In de zotse finish ooit de Nederlandse titel pakken. En nu... Volgt het zichzelf op als B-Next kampioen. Leiden doet het. Leiden gaat winnen in Oostende.